Cupra trekt voor het eerst de elektrische kar met deze bron. Nu, eerlijk gezegd moeten we wel stellen dat dit onderhuids vooral een Volkswagen ID.3 is, maar Cupra weet wel zijn eigen stempel te zetten. Zo is het uiterlijk een stukje sportiever dan de ID.3, met een diffuser achteraan, sportiever bumperwerk ook, en die typische Cupra kleuren die onder meer op de velgen terugkomen. En van binnen is de afwerking een niveautje hoger dan bij Volkswagen. Vooral dan, die ID.3 heeft hier en daar wat hardere plastics. Hier is het materiaalgebruik toch een stukje zachter. Ook de motoren en batterijen zijn dezelfde als in de ID.3. Ik ga hier met de variant met een 58 kWh groot accupakket en 204 pk op de achteras. Het onderstel daarentegen is wel onder handen genomen door Cupra en dat levert een zeer fijn rijdende auto op. De bochten gaan heel vlot, rechts aan elkaar. De wagen is heel vinnig, is ook sportief geveerd. Echt een heel fijne wagen die ook wel de sfeer en de spirit van het merk naar voren brengt. Ik mocht hem al eerder rijden in de omgeving van Barcelona op die heuvelwegen daar en dan was het echt een heel fijne metgezel. Ik had er trouwens ook de variant met 77 kWh groot accupakket en 245 pk en die heeft zelfs een driftmodus, dus plezier gegarandeerd. Nu, wat vind ik minder aan de wagen? Ja, enerzijds natuurlijk het feit dat Cupra de mosterd bij Volkswagen is gaan halen in plaats van hun eigen elektrisch verhaal te vertellen. Die eigenheid is toch wel iets waar ik belang aan hecht. Ja, daarnaast ook een paar ergonomische details. Namelijk de airco die hier bedient met die streelstrookjes in plaats van met gewoon fysieke knoppen. Dat is toch niet zo heel gemakkelijk. En dan is er natuurlijk ook nog het regeneratief remmen dat je niet kan instellen via pedaltjes achter het stuur. Toch iets dat ik ook wel altijd weet te appreciëren. Je kan wel de auto in de B-stand zetten, de regeneratieve stand, eigenlijk via deze draaiknop aan het stuur. Maar dat is eigenlijk maar de enige optie die je hebt. Nu op zich zijn eigenlijk maar details, want ik zou eigenlijk wel durven stellen dat deze Cupra Born een alternatief kan worden voor de hot hatches van vroeger. Een wagen waar je heel veel rijplezier mee kan beleven voor een eerder beperkt budget, maar dan op een ecologisch verantwoorde manier